Ons water, ons voedsel en zelfs ons bloed zijn ermee vergiftigd. Chemische bedrijven loosden jarenlang de giftige stof PFAS. Ze wisten dat ze daarmee de omgeving in gevaar brachten en het milieu zwaar vervuilden, maar verzwegen dit. Nu er sprake is van een grootschalige milieuramp, zijn de gevolgen niet meer te overzien. In deze video leg ik je uit hoe informatie over de schadelijkheid van PFAS tientallen jaren in de doofpot is gestopt en gehouden.